Anne, hoe was het om te filmen in Zuid-Afrika? Filmen in Zuid-Afrika was gewoon fantastisch. Dat was ja, sowieso omdat het de film een meerwaarde geeft. Maar gewoon daar toekomen met ons ploegje, een zootje ongeregeld, in een land met een 85-koppige Afrikaanse crew die ons met open armen heeft ontvangen en die ja, naarmate de dagen vorderden meer en meer van ons ploegje begonnen te houden. Dus dat was echt wel, dat was heel tof. Het was zwaar, fysiek zwaar, heel vroeg opstaan. Veel kou geleden, dat hadden we echt niet verwacht, want het waren vriestemperaturen daar. Maar het was zo warm van emotie, van ja, het klopte allemaal. Zij werden ook een kampioenenfamilie. Dat was heel schoon. En wat is het grappigste dat is gebeurd tijdens de opname? Het grappigste tijdens de opname, dat is altijd moeilijk, want ik hoop altijd dat gewoon het scenario al grappig is. Maar ik kan eigenlijk meer vertellen wat was het meest emotionele. En dat was bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, hadden wij die ploeg al heel rap wat Nederlandse woordjes geleerd. En het eerste was natuurlijk een pintje, een dagschotel. En dan... Maar op den duur begonnen zij ook, omdat wij vaak zeiden tot ze biedt, hè, begonnen zij dat ook te herhalen. Maar ze begrepen de betekenis niet helemaal, dus 's ochtends werden wij begroet door onze Afrikaanse vrienden met tot ze biedt, hè. En dat ging maar door, heel de film eigenlijk in Afrika, tot op het einde dat we afscheid moesten nemen. En dat is sowieso altijd een heel emotioneel moment. En nu nog meer, omdat je gewoon weet, we gaan die mensen niet meer zien. En toen hebben we echt met tranen in de ogen tegen elkaar gezegd. Tot ze biedt, hè. En zie je zelf ooit emigreren naar Afrika? Als ik ooit emigreer, zal dat niet naar Afrika zijn, maar naar Andalusië. Daar ligt mijn hart.